lokhalgesprekken. Ik ga in gesprek met willekeurige bezoekers van de lokhal. En ja, het enige wat ik eigenlijk van die mensen weet is, nou ja, dat deze meneer, deze heer, dat hij Ton heet. Toch? Ja, klopt. Dag Ton. Dat heb je net aan mij gevraagd. Dat is namelijk het enige wat ik wil weten van tevoren. Voor de rest wil ik helemaal niks weten. Okay. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Want ik wil gewoon weten, wat is er nou toch gebeurd? In medische termen, ik heb een polsarthrodese. Oh. En dat betekent ja. Dat er een stuk metaal is ingezet. Ja. Omdat ik mijn pols niet flink beschadigd heb. En waarmee heb je die beschadigd? Ja, zeg het maar. Ja, dat weet ik niet. Oh, dat ontstaat gewoon. Ja, dat is ouderdom. En ik heb het links nu ook, dus dat is over een half jaar weer aan de beurt. Oh, oké, maar het komt wel weer goed. Dat hebben ze gezegd van wel, ja. Ja, ja. En deed het pijn? Was het een lastige operatie? De operatie aan zich, daar voel je natuurlijk niks van. Nee, maar ik bedoel maar achteraf het, of zo, hè? Ja, achteraf is het heel pijnlijk geweest. Ja. Ja. En het heeft beperkingen. Ja. Ja, want dat... ik kan dus niet meer mijn pols buigen. Nee. En je kan niet, ja, ben je een sporter bijvoorbeeld? Ja, ik ben een sporter. Ja? Ik golf heel graag. Dat kan je ook nou, wel vergeten. Is dit toevallig nog wel de hand die het minst mag bewegen bij golf. Ja. Dus dat gaat allemaal wel. Ja. Hoop ik weer terug te krijgen. Oké, want ja, maar ik bedoel met deze... Nee, 6 maanden mag ik niks. 6 maanden mag je niks. Ja. Wat is nou zo leuk aan golven? Dat heb ik nou nooit begrepen. Hè? Dat je in ieder geval 4 tot 6 uur onderweg bent. Ja. Dat je lekker buiten bent. Ja. En dat je lekker kunt keuvelen over alles en met iedereen. Oké. En je komt iedere keer weer nieuwe mensen tegen. Het gaat helemaal niet over dat golven. Dat doe ik erbij. En als je komt op mijn leeftijd, dan ga je niet meer voor de kwaliteit van het golven zelf. Nee? Nee, dan ga je voor de kwaliteit van de mensen waar je mee loopt. Ja. Vind ik. Ja. Want ja. Ja, je bent bezig met een balletje in een gaatje te slaan. Hè? Ja. Mag ik vragen wat je gedaan hebt tot nu toe? Ik ben detaillist geweest in het speelgoed. Detaillist in het speelgoed? Ja. Dus je had een winkel? We hadden winkels. Winkels? Ja. We hadden winkels in Tilburg, in Oosterhout en in Breda. Oké. Hoe kom je nou tot zoiets? Ouders? Ja? Die hadden ook een winkel? Ja. Ook in speelgoed? Ben je Tilburger? Na 44 jaar vind ik mezelf wel een Tilburger. Dan moet de naam moet jou iets zeggen. Evers Gaillard. Nee dus. Nee. Nee, oké. Okay. Nee. Nee, daar niks. Dat is een bel, nee. Goed, mijn ouders hadden dus inderdaad een gemengde branchezaak, zoals dat vroeger heette. Ja. En op een gegeven moment heb ik een deel van dat verhaal overgenomen en ben verder gegaan met het speelgoed. Oké, want die hadden meer dan alleen maar speelgoed in de winkel. Ja, dat heet gemengde branche dus. Ja, gemengde branche. Ja. En dat alleen zijn pannenpotten, de voorlopers van de blokker. Oh, de voorlopers van de blokker, ja. Oké. Ja. Ja. Hoe was die eerste dag dat je die winkel overnam? Pff, dat kan ik me niet meer herinneren. Nee? Maar op een gegeven moment moet je daar gestaan hebben. Zo van, god, dit was van pa en ma. Nee, daar rol je in. Oh, daar rol je in? Daar rol je in. Dat is gewoon geleidelijk. Mijn vader vond dat ik het altijd slecht gedaan had op school. Oh ja, was dat ook en zo? Nou, dat vind ik zelf niet. Achteraf bekeken in ieder geval niet. En toen op een gegeven moment, bij gebrek aan beter, ben ik stage gaan lopen in een x-aantal bedrijven. En ben ik weer thuis terechtgekomen. En toen heb ik inderdaad daar een stuk van die handel overgenomen. Ja. Maar hoe kan het nou dat je vader dan vond dat je zo slecht op school was? Terwijl die zal dat... waarschijnlijk veel meer verwacht hebben. Terwijl je dat niet was of zo. Ik bedoel, nee, dat denk ik maar niet. Ik neem aan dat ze toen ook cijfers gaven en zo. Dus waren dat allemaal 3 en 4? Of was... Nee hoor, nee, er waren echt geen 3 en 4. En toch vond hij dat je het slecht deed. Ja. En toen heb ik... Inmiddels 30 jaar geleden heb ik een verschrikkelijk goed bod gekregen op de zaken. En ik heb ze weggedaan. 30 jaar geleden al? Ja. En toen daarna nooit meer iets hoeven doen? En toen ben ik alleen maar vrijwilligerswerk gaan doen. Toen ben ik nog voor de Kamer van Koophandel, heb ik nog met DT'isten proberen daar zaakjes op te zetten. Lekker gaan golven. En dat is toen begonnen. Ja. Ja, toen had ik al tijd. Wat een leven zeg. Ik heb een verschrikkelijk goed leven gehad. Ja. Ja, dat is mooi, hè? Ja, zeker. Ja, laat dat vooral daar. En als ik nu kijk, behoefte wat, aan, hè, en als ik nu die... kijk hoe de speelgoedwereld zich ontwikkeld heeft... Ja, volg je toch wel? Van zeer ver af. Oh ja, ja, ja. Ja, dan zeg ik, ja, het is eigenlijk een zielig boeltje meer bij elkaar. Oh ja? Ja? Waarom? Er is nog maar 1 keten over. En de rest van de kleine detaillisten die op speelgoedgebied zaten, die hebben amper beleg op de brood. Ja, want die in de Nieuwlandstraat volgens mij ook de laatste... Is ook al weg.
hè, die olifant of zoiets? Nee, is nog niet helemaal weg. Is nog niet helemaal het zingende weg. Nijlpaard. Oh, het zingende nijlpaard, ja. Dat een olifant. Het zingende nijlpaard, ja. Ja. Ja, want daar stond ook in de krant, hè, een generatie gaat verdwijnen. Of in ieder geval een tijdperk zelfs verdwijnt, hè. Ja. Ja. En je ziet dat met name in de discountsfeer, en dan praat ik over de supermarkten en de andere, geen namen noemend, maar die zaken, die nemen toch wel heel veel van dat speelgoed, wat voor een dag of twee nog goed is en dan gaat het kapot, ja. Die nemen dat over. Ah ja. Ja. Ja, ja. Ik ga toch nog even terug in de tijd, Ton, als je het goed vindt. Ja, want ik zie allemaal dingen voor me, hè? Die zaak waar je ouders heel hard voor hebben moeten werken. Klopt. Waren ze nog in leven toen jij de zaak verkocht, de keten? Toen ik die verkocht niet meer. Nee. Oké. Okay. Wat zouden ze daarvan gevonden hebben? Denk dat mijn vader daar begrip voor gehad zou hebben. Mm-hmm. Mijn moeder zou dat niet begrepen hebben. Nee? Nee. En waarom niet? Omdat hij erg gehecht was aan haar naam. Ah, ja. En aan het gebeuren dat er inderdaad in de stad Tilburg iets van haar naam stond. Ah ja, ja, ja. Ja. En is de naam is wel gebleven? De naam hebben ze nog tot voor kort hebben ze de naam gehouden, ja. Ja. En dat moment dat, dat je de zaak verkocht, toen was je binnen. Sta je in de quote, 500? Nee, hoef ik ook niet. Nee. 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 Maar toch ligt er dan opeens een leven nog voor je, hè? En dat moet toch een zoektocht zijn geweest? Dat is inderdaad toch wel een probleem, want ik was 47. Ja. En dan kom je dus in de golfwereld, als snotneus, waar al die oude knakkers rondlopen hier. En dan denk je, waar moet die snotneus hier? Heb jij zoveel tijd om hier te komen golven? Ja. Oh ja. Hoe ga jij eens een beetje werken, jongen? Ja. Hoe is dat toch weer helemaal het leven geworden wat je gewoon wilde leiden? Hoe heb je dat gedaan? Op dat moment heb ik een oude boerderij gekocht. Ach. En die ben ik zelf gaan verbouwen. Ah ja. En dat is me goed afgegaan. Ja. Ja. Je hebt daar nog iets mee willen doen met die boerderij? Nee, daar heb ik gewoon een luxe onderkomen van gemaakt. Ja, oh, je bent niet gaan boeren of zo? Nee. Nee. Ik heb kippen. Ah ja. Oh, je hebt hem nog steeds, de boerderij? Ja, de boerderij heb ik nog steeds, ja. Ja, ja. Ja. Maar ik ben nog even op zoek, hè. We hadden in vorige lokaalgesprekken ook jongeren die heel erg zoeken naar de betekenis van hun leven of het perspectief wat ze wel of niet kunnen formuleren. En jij had het misschien toch op je 47ste opeens. Ik bedoel, je gaat in de zaak van je ouders. Dat is misschien bijna een doorgaande lijn. En dan? Nee. Wat nee? Dat verlaat ik je al terug. De reden dat ik hem verkocht heb is niet alleen het geld. Nee. Nee, maar de kinderen wilden niet. Oh. En dan houdt het verhaal op. Want die zagen dus inderdaad dat ik ook verschrikkelijk verhard heb voor moeten werken. En dat ik dus 's avonds meestal niet thuis was. Want dan was je of met de filialen bezig of was je met goederen bezig. Oh, ja. En toen hebben ze alle drie verkozen om dat gaan wij dus in ieder geval niet doen. Dus er was geen opvolging? Dus ik had überhaupt geen opvolging. Maar was je daar op je 47ste al mee bezig dan? Aan die opvolging? In ieder geval wel aan te denken van, wat moet er, als ik hem zo'n goed bod krijg, dan ga ik nadenken of ik dat gestand moet doen. Oh ja, dat kwam gewoon op je pad. Dat kwam op mijn pad. Daar was je niet naar op zoek. Nee. 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 Is nou, daar ben ik ook altijd nieuwsgierig naar, is nou iemand die zo'n winkel heeft, hè, is die dan ook helemaal bezeten van kinderspeelgoed? Of is het gewoon een ding? Het is gewoon een ding. Oh ja? Het is gewoon een ding. Het had net zo goed pannen en potten kunnen zijn. Oh ja? Ja. Dus er is niet één leuk speelgoeddingetje waarvan je zegt van nou, dat heb ik altijd als kind al ook willen hebben of zo. Waren die dingen er? Nee hoor, ik heb daar, en dat is mijn geluk misschien, dat ik ook op dit moment totaal geen affiniteit meer mee heb. Nee, maar toen ook al bijna niet meer. Het was voor mij handel. Oh, het was handel? Ja. Ik dacht, het is je passie, die kinderspeelgoed. Nee. Ja, ik weet het niet. Nee, nee. Of je als kind heb je al een speelgoed willen. Waarom zou jij naar een speelgoedzaak gaan? Ik? Ja? Ja, om speelgoed te kopen. Ja, maar waarom vind je dat leuk? Nou, ik haat winkelen, dus... Okay. Nee hoor, dat is maar onzin. Maar ik heb er niet veel plezier in, nee. Nee, nee. Speelgoed kopen heeft bijna geen ouders geen plezier in. Kinderen wel. Oh ja. Oh. Mijn ouders niet. Nee, die worden meegetrokken door de kinderen. Die worden meegetrokken, dan wordt er gezeurd. Je moet.
Er staan allemaal zeurende kinderen in die winkel. Er staan allemaal zeurende kinderen in de winkel. Ja. Ja, nee, dan is de passie gauw verdwenen, denk ik. Nou, gauw verdwenen is iets anders. Want ja. Ik heb daar een goede boterham aan verdiend. Ja, tuurlijk. Nou, ja, dat is ook passie. Wel. Ja, dat is ook passie. Ja. Een goede boterham willen verdienen. Ja. Passie, dat zal me lukken. Ja, ja, ja. Ja. Nou, Ton. Het laatste. Oh, die vrijwilligers. Dat wil ik ook nog even weten. Wat voor vrijwilligerswerk heb je gedaan? Of doe je nog steeds misschien? Ik ben toen gaan bouwen voor Habitat. Oh. Ja. Wat is dat ook alweer? Dat is een vrijwilligersorganisatie die huizen bouwt in derde wereldlanden. Ja, in Mexico en zo. Ik ben in Mexico geweest, oh, ja. Oh, kijk, ja. Zie je. Ja, daar ken ik het van. Ik ben in Zuid-Afrika geweest, ben in India geweest. En dat is een belevenis geweest die is onbeschrijfelijk. Je bent er huizen gaan bouwen. Huisjes. Ik ben huisjes gaan bouwen. Ja, het zijn huisjes, ja. Hè? Ja. Je zit dan met 1000 man op zo'n compound. En dan bouw je in een week bouw je daar ongeveer 50 huizen. Oké. Zo. Ja, is geweldig. Zo. Ja, nou begrijp ik wel waarom je die handel wilde verkopen. Nou, dat is gewoon geweldig werk. Nee, maar als je dit ervoor terugkrijgt. Ja. Ja. Wat is het onvergetelijke eraan? Dat je dan op het moment, je zit daar 2 weken, je bouwt die 50 huizen dan op. Ja. Dan neem je afscheid van die mensen, die zijn onvoorstelbaar dankbaar daarvoor. Ze snappen in de meeste gevallen helemaal niet waar de huis voor dient. Want die komen natuurlijk uit een ander milieu, die komen uit andere gewoontes. En een van de dingen die mij het meest gefrappeerd heeft, is op een gegeven moment, je bouwt daar een huis met een sanitaire voorziening. Mm-hmm. En het eerste wat die mensen doen als ze de sleutel van dat huisje krijgen, ja, is aan de buitenkant tegen die muren gaan staan plassen. Oh ja. Ja. Ja, en dan denk ik, verdomme, dan moeten ze toch wel een keer over na gaan denken hoe het dan wel werkt. Ja. 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 En we hebben daar verschrikkelijk veel lol gehad. Met de hele wereld kwamen die mensen dus daar naartoe. Ja. Met die groep van 1000? Met een groep van 1000. Oké. Ja, ja, ja. Een reizend gezelschap van 1000 bouwers. Ja. Oké. En die werden allemaal netjes ondergebracht. Ja. 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 Dat vergde wel een behoorlijke investering van de mensen die er naartoe wilden, hoor. Ja, het is allemaal niet halleluja geweest. Dus. Nee. Want in welk land was het meest schrijnend, vond je? India. Ja. Ja. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Waar zat je? Ja, maar ook het meest dankbaar. Ja? Ja. Ja, vond ik wel. Die mensen die waren toch wel extreem dankbaar. Maar het was niet in de slums of zo dat je ging bouwen? Nee, er werd een locatie door de lokale overheden of door Habitat zelf gezocht, waar dus de fundamenten dan lagen. Ja, ja. Buiten de grote stad ergens. Ja. Het was in de buurt van New Delhi. Ja, ja. En daar mochten wij dan het huis opbouwen. Ja. Volgens strikte regels natuurlijk. Hè? Ja, 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 ja. Erbarmelijke omstandigheden. Waar die mensen in terecht waren, ja, waar ze in loonden wel. Ja. Ja, daar konden jullie nog wat aan doen. Dat vonden wij wel. Ja. Ja. Nou. En daarna ben ik nog een keer met mijn vrouw teruggegaan naar Mexico om eens te kijken hoe de mensen daar op dit moment nog, of op dat moment nog leefden. Ja. En dan pakken ze toch wel heel veel van de oude gewoontes ook weer op, hoor. Ja? Ja, maar de huizen stonden er nog? De huizen stonden er nog wel, maar waren toch niet meer zoals wij ze achtergelaten hebben. Nee. En waar in Mexico was het? In Puebla. Dat is? Iets ten zuiden van Mexico-stad. Oh ja. 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 Oké. Ja. Nou. Wat rest je nog voor de rest van je leven? Wat zou je nog willen gaan doen? Wat ik nog zou willen doen? Ja, of waar je... Nou, laat ik maar gezond blijven. Ja, ja. Laat ik nog maar een beetje kunnen blijven sporten. Ja, ja. En maar dat is niet zoiets van ik ga nog eens een keer dit of een keer dat? Daar heb ik wel aan gedacht, maar daar komen er een hele hoop fysieke problemen kijken en dan wordt het verhaal in één keer een stuk niet meer zo interessant. Maar waar dacht je aan? Ik zou nog best een keer willen bouwen. Oh, nog een keer willen bouwen? Ja. 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 Nou, dan wens ik je dat toe, dat je nog veel mag gaan bouwen. Hè? En, ja. dat je pols, dat die weer een beetje losser wordt. Golven is niet interessant voor me. Nee. Bouwen. Bouwen. Ton, ik dank je voor het gesprek. Graag gedaan. En ik dank u voor het kijken. En tot de volgende keer bij de lokaal gesprekken.